Ik vind mezelf zo slim, hè? Kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag, tweede paasdag. En gisteren heb ik eigenlijk niet zo heel veel gedaan met Pasen. Ik moest werken helaas van 12 tot 8 uur. Dus dat was de hele dag. Wat wel heel leuk was, dat ik in de ochtend een heel lekker ontbijtje heb gekregen. En dat had ik ook gefilmd. Dus dat laat ik nu gelijk zien. Oké, guys. Sorry dat ik zo random in de video kom, maar het is op dit moment eerste paasdag en ik moest deze video eerst volgende video plaatsen, dus dat ga ik ook doen. Ik moet over een uurtje naar het werk en ik heb een heerlijk paasontbijt ontvangen van Camille Amor. Dat betekent met veel liefde. En zo ziet het paasontbijt eruit, super lekker. Er zit verse sap in, fruit. Dit is een cashewnoot cake, cashewpete. Verse broodjes, Johnny cake, vers fruit, yoghurt, tonijnsalade en natuurlijk paaseitjes. Die kunnen niet ontbreken en een hardgekookt eitje. En als jij ook zo'n lekker ontbijt wil hebben, natuurlijk zijn jullie, als jullie dit zien, te laat voor eerste en tweede paasdag. Maar binnenkort komt Hemelvaart er ook aan. Moederdag komt er aan. Vaderdag komt er aan. En nu ga ik lekker genieten van mijn ontbijtje voordat ik moet werken. En het ontbijt was echt super lekker. Er waren trouwens nog ook pannenkoeken bij het ontbijt. En dat had ik niet gefilmd. Maar tijdens het eten kwam ik daarachter. En die pannenkoeken waren echt lekker. Dat is echt heel lekker. Dus ik zal zeker met een van de feestdagen een keer iemand ermee blij maken. Want het is echt oprecht lekker. Oh my god, ik zie er zo moe uit. Ik ben ook echt moe. Genoa is vandaag. Nee, Genoa is gisteren voor het eerst blijven slapen bij mijn moeder. Hij was gisteren ook 6 maanden. De tijd gaat zo snel. En ja, vandaag sliepen Cyrano en ik voor het eerst zonder Genoa in huis. En dat was zo raar. Mijn moeder werd volgens mij echt gek van me. Want ik ging er steeds bellen met ma. Weet je zeker dat hij wakker gaat worden als hij gaat huilen? Ik ging er echt, volgens mij tot 1:30 s'nachts lopen bellen. Dat kan eigenlijk echt niet. Maar oh my god, het is echt moeilijk. Het is echt heel moeilijk. En ik kan niet wachten om op te halen. Ik weet dat hij het gewoon goed heeft bij mijn moeder. Maar toch, het is gewoon, het voelt nog niet, ja, het voelt gewoon niet, ja, niet, ik weet niet hoe ik dit moet beschrijven, maar het voelt heel raar om hem niet hier te hebben. Maar goed, we gaan hem zo meteen ophalen. Wat we vandaag gaan doen, we gaan, ik ga nu even een ontbijtje maken voor ons. Daarna ga ik Genoa ophalen, ga ik me klaarmaken, gaan we langs de kinderboerderij en daarna gaan we ook langs mijn moeder. Dus het wordt een gezellige en drukke dag. En guys, ik heb mijn wenkbrauwen laten doen. En ik ben echt blij ermee. Ik heb het nu nog niet eens getekend of zo, maar ik ben echt blij. Oh my god. Eindelijk weer sharp brows. Maar goed, ik ga lekker een paasontbijtje voor ons maken. En dan ga ik ook eventjes een video online zetten. Yes. Struck plan. Nou, inmiddels is mijn paasontbijtje klaar. Het is niet veel, maar het is gewoon prima voor ons. Dus ik hoop dat Cyrano het lekker gaat vinden. Ik heb bagels met zalm gemaakt. Gekookt ei. Ik heb wat broodjes gebakken. En daarnaast heb ik ook dit erbij gezet. En simpel thee. That's it. Goedemorgen, jongen. Een hele goede morgen. Goed dat je er bent. Dank u.
Thanks for having me. En een soort Pasen. En bedankt voor het ontbijt. Heerlijk. Nou, geniet ervan, jongen. Ja, nee. Mm-hmm. Nou, ik ben ready to go. Nou ja. Ik heb eventjes de bank bekleding weggehaald. Maar nu is het toch mooi weer, dus dan drogen die dingen lekker snel. Want Genoa had weer de boel onder gekotst. Ik laat jullie eventjes mijn outfit zien en dan gaan we eindelijk Genoa weer ophalen. Ik heb aan mijn Bordeaux kleurige vans. En gewoon een jurkje van de Zara. Met roesjes aan de mouwen. En voor Genoa heb ik ook echt heel iets leuks klaargezet. Namelijk dit schattige setje van de Zara. Nee, dit schattige broekje van de Zara. Shirtje met olifantjes. En deze heb ik gisteren gekocht. Zo'n vissershoedje. Echt schattig met van die oortjes. En deze was maar €7,95. How cute. En dan gaat hij dat zo dragen. Oh my god. Are you ready? A long time ago, my blood. Goed zo. Kokosolie voor je haartjes. Je bent een nepperkill. Nou, wij zijn bij de boerderij beland. En Genoa is helemaal in zijn ranger outfit. Hè? Huh? En we zijn naar de boerderij in Diemen gegaan. Dus ik ben benieuwd hoe... Nou, de kinderen hebben het naar hun zin. Hey, Genoa.
een number voor me, please. Mijn telefoon even geven. Genoa heeft een nieuwe, dat wanneer hij in de auto zit, houdt hij zich altijd zo vast. Echt zo van, als er iets gebeurt, gebeurt er tenminste niks met mij. Because I hold myself. Hè? Je hebt geen gordel nodig, je houdt jezelf al vast. Oké, guys, ik kom net uit de douche. En Genoa is ook lekker gedoucht. En hij zit nu met zijn schaapje te spelen. Laatst zijn we naar de verjaardag van, ik lach omdat ik net echt een grote fout maakte. Maar laatst zijn we dus naar de verjaardag van de dochter van Ricardo geweest, Sierra. En, of Sierra, Genoa, zo'n procentje, is lit. Genoa heeft echt zo'n leuk mandje gekregen. En ik ga het even openmaken. Genoa, hi. Oké, Genoa heeft een superleuke Cookie Monster knuffel gekregen. Echt leuk. En zwembroekje. Dit Philips Avent flesje. Hoe lit. Deze heeft hij toevallig ook in het blauw. En Zwitser babyolie. Eerlijk, dit is gewoon lit. Ik weet nog toen ik vroeger jong was. Iedereen heeft je beeld gezien. Mooie billen. Super mooi. Ik weet nog toen ik vroeger klein was. Ik kreeg gewoon een zakje snoep en that's it. Hey, ik moet echt. Wanneer Genoa 1 is, moet ik ook zo lit zijn. Want ik moet wel met de tijd meegaan wat ik hier zie. We waren nog even langs die Intertoys geweest. Dan hebben we voor Genoa echt super leuk. Dit is dan wel voor volgend jaar. Maar zo'n zand speelgoedvorm gehaald. Zo'n leuke tractor. Met van die dingetjes erin. En ook zo'n emmertje. En ik heb ook gewoon een cadeau laten inpakken gelijk. Want dit kan niet pas als hij 1 is. En dan heb ik nog een cadeau hierin. Je moet die cadeautjes gewoon sparen. Ik zeg je eerlijk. Intertoys heeft nu op alles 40%. En ik vind, als je het geld hebt, waarom koop je niet alvast gewoon wat cadeautjes in? Zodat tegen de tijd dat het Sinterklaas is, dat je je cadeautjes hebt. En dat je dan lekker je geld kan gebruiken voor iets anders. Ik vind mezelf zo slim, hè. Ik heb nu gewoon al een verjaardagscadeau en een Sinterklaas cadeau.
Ik heb super genoten van mijn dag. De brunch bij mijn schoonmoeder was echt lekker. Ze had ook moxalesi gemaakt. Dat hebben we dan in de avond gegeten. Moxalesi met gebakken vis. Echt heel lekker. En ja, Genoa, volgens mij vond hij de boerderij echt leuk. Hij zat zo aandachtig te kijken naar de dieren. Hij vond... Op een gegeven moment zag hij ook die lama. En ik was zo bang, want die lama begon te drinken. En ik dacht echt, oh my god, dadelijk gaat het in ons gezicht spugen. Ik ga helemaal gek worden. Maar ja, dat had hij gelukkig niet gedaan. En ja, voor de rest was er eigenlijk niet zo heel veel meer gebeurd. Dus bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video leuk? Vergeet geen blauwe duimpjes omhoog achter te laten. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie ik je gauw weer.